Elke Surinamer moet in zijn eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Het mag niet zo zijn dat mensen zich dat niet kunnen veroorloven. Dat zei minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vandaag, voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. De bewindsvrouw zegt dat er in de regeringstop gesprekken gevoerd zullen worden ten aanzien van deze levensstandaarden. Iedere Surinamer moet elke dag gezond kunnen eten en drinken. Dat is het minimale. We mogen niet daaronder gaan. Maar mensen, verschillende mensen zijn al daaronder. Vandaar dat dat ook weer onder de aandacht, vandaar dat de regering ook weer daar aandacht aan besteedt. En dat weer wordt gekeken van ja, conform IMF-traject behoren subsidies afgebouwd te worden. Maar zijn we al zover, is de vraag. Ja. Nu met de oorlog erbij. Zijn de subsidies afgebouwd of worden nog producten gesubsidieerd? Het traject is ingezet. Kijk, de subsidie op brood is afgebouwd, de subsidie op brandstof is afgebouwd. Babyvoeding? Nee, dat wordt nog voor een deel gesubsidieerd. Omdat veel moeders, en niet de moeders, het zijn de baby's die niet voor zichzelf kunnen opkomen. En wij moeten een gezonde generatie hebben, dus dat wordt wel gesubsidieerd. Niet alle subsidies zijn afgebouwd. Walden zegt verder dat niet alle subsidies zijn afgebouwd, omdat de staat daartoe nog niet in staat is. De overheid moet zorgen voor een gezonde generatie. Die moet overnemen van de huidige. De minister ging ook in op de ontwikkelingen rond de verhoogde meelprijzen. In de regeringsraad is afgesproken dat de minister van Financiën gaat uitrekenen wat de verschillen zijn sinds het traject is ingegaan. Om de subsidies af te bouwen en de reële prijzen nu op de markt ten opzichte van de koopkracht van de gemiddelde burger. En natuurlijk in het kader van het IMF-traject en tegelijkertijd de beschikbare middelen om alsnog te kijken welke producten gesubsidieerd kunnen worden. Brood is natuurlijk wel het voorkeur, dus wat het precies zal worden moet nog vastgesteld worden. Welke producten gesubsidieerd zullen worden en voor welk percentage of voor welk bedrag. Walden benadrukt dat er in de regeringstop voorstellen zijn gedaan hierover. Een voorbeeld is dat een gezin een aantal broden mag kopen voor een bepaalde prijs. Het kan ook dat de overheid komt tot een punt waarbij brood voor alle burgers wordt gesubsidieerd.